Goedemiddag kijkers, welkom bij Auto Ciro. Wij hebben mogen inruilen op een andere Citroën Berlingo. Citroën Berlingo, bouwjaar 2018 met 175.000 kilometer. Betreft een BTW-auto, betreft een automaat. Dus ja, hou jij niet van schakelen, dan is dit wellicht de auto die jij moet hebben. Ja, financial lease doen we ook. Doen we samen met de partners van 123 Lease. Dus ja, wil je graag een voorstel ontvangen? Geen probleem. Neem even contact op, stuur je KVK, dan heb je binnen 10 minuten een voorstel. Ja, heb je wat in te ruilen? 2, 3, 400.000 kilometer. Geen probleem, zijn wij blij mee. Stuur me wat foto's, dan krijg je ook gewoon direct een bieding. Ja, heb ik weer lang genoeg gesproken. Kijk eens mee. Hij is keurig netjes. Stalen wielen. Ja, zeg jij nou, ik wil graag lichtmetalen wielen eronder. Ja, laat het me even weten. Dan kunnen we altijd kijken of wij iets voor je kunnen betekenen. Bumpers in het grijs. Grijs-zwart. Zeg je nou, die wil ik meegespoten hebben in de kleur van de auto. Ja, laat dat me ook even weten. Dan neem ik het mee in het voorstel. De zijkanten zijn keurig netjes. De klant heeft altijd netjes op de auto gepast. Even de sleutel. Even kijken. Van een liefhebber geweest. Die heeft er altijd keurig op gepast. Dat is ook echt te zien. De dubbele deurtjes. De trekhaak zou er eventueel onder kunnen. Geen probleem. Vaste kost 8,50. Afneembaar. Doe je niet vaak op een bedrijfswagen. Het schuifdeurtje aan de rechterzijde. Dat gaat allemaal van harte. Keurige auto. Ja, wellicht is dit wat voor jou. We hebben hem hier staan bij Auto Ciro. Dus ja, neem even contact op mocht je interesse hebben. Met de cruise control op de zijkant. De flippers, want het is een automaat. En onderhoudshistorie is aanwezig. Kijk eens. Keurig netjes altijd bij de dealer geweest. Autobedrijf Tilburg, Bosch. Het lijkt alsof de lampjes knipperen, maar dat komt door het licht. 175.000 kilometer. Ja, wellicht is dit wat voor jou. Zoals ik al zei, ja, ben je geïnteresseerd, laat het me weten. Wil je de auto komen bekijken? Geen probleem. Bel even van tevoren, zorgen wij dat die klaar staat. Dank ik jullie voor het kijken en tot de volgende. Hoi!